kardinaal Simonis keert terug naar de stad waar hij bijna 25 jaar lang aartsbisschop was. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, zo ervaar ik het zelf ook, dat met het sterven van kardinaal Simonis ook een tijdperk ten einde gaat. En dat hoor je ook van mensen terug. Voor heel veel mensen was dit de kardinaal die zij goed kenden. Vanwege de coronamaatregelen is de uitvaart alleen voor een klein gezelschap. Utrechters zijn blij dat ze toch hun respect kunnen betuigen aan een kardinaal die hen erg dierbaar was. Heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Ja, in de loop der jaren ben ik ook echt van hem gaan houden. Ik heb altijd gemerkt dat het een man is met een groot pastoraal hart. Dus echt iemand die oog en oor voor je had. Mensen branden een kaarsje, zeggen een gebed en wisselen verhalen uit over de kardinaal. En ik kwam er gewoon op zijn fietsje. Kwam die, hè? En hij zag er vaak niet uit en met zijn alpinopetje op. Je sprak hem aan met eminentie, maar dat was eigenlijk ook tegelijk ook een soort liefkozingswoord was dat geworden. Ik herinner een moment in het jaar 2000, ik was pas priester gewijd, dat hij mij belde op oudejaarsavond om 9:30 met de kardinaal. Hoe is het met deze jonge priester? En gewoon om even te informeren over hoe de kerstdagen waren geweest. En dat tekent hem. Morgen zal Simonis naar zijn laatste rustplaats worden gebracht. Op de begraafplaats Sint-Barbara in Utrecht. Hij heeft deze plek zelf uitgekozen, vlak naast zijn voorgangers.